Belgische dames meteen nog even kijken bij de mannen. Heel goed. Stand dus daar bij België-Denemarken 1-1. Dat België een triplet nipt, weet te winnen. Tertet helaas verloren. Dus ook daar is het beslissende wedstrijd de doublet. Leuk ook om te zien dat de speelster van Frankrijk, de Tertet, die nog speelt. En, in ieder geval op het oog zeer jonge dame. Goed zo zijn, dat is de spelerin van Frankrijk die jetzt nog de Tet speelt. Op jeden geval zeer jong aussieht. Also, sag maar, jugendlich. Um den Jugendlichen jetzt auch schon mal spielen zu lassen auf einer Europameisterschaft. Dänemark schießt da ein Loch. Gegen Belgien, die hier eine gute Chance haben, Punkte zu machen. Glaube ich.
Nou, inmiddels kunnen we met zekerheid zeggen dat de stand 10-10 is bij België. Ze hebben even het andere scorebord in gebruik genomen. De tureur van Denemarken net ook al even niet goed. België voldoende ervaring ook op jeugdkampioenschappen, WK's. Very good place to ball for the point of Denmark. Thank you.
12-10 voor Denemarken. 12-10 voor Denmark. It's going to be a very tight game. Very difficult to say who's going to win this. I can't see what's happening here from over my camera point, but obviously a good ball from Denmark. Logan Baton needs to shoot this. It's a good shot. Again, well played from the Belgium, the Denmark players. Very good shot here from Logan. Shooting in cargo surplus, I believe. I'm not having a clear view of that from my position. But I think it's a KO surplus. Team of Denmark trying to figure out what's the best option. I'm not too sure about what's the best option here, but not too sure what's going on. Maybe they're deliberating on shooting the Koshina. Not clear at this moment, but that's not good. Maybe the Belgium, when they point in two balls, they're gonna win this match, that's for sure.
Ja, legt nog een balletje aan de andere kant. Daar hoeft er maar één bij. Regiek Zellevinke. Tresdies pour la Belgique. 2-1. Vinker de triplette et doublette. Pour la Belgique. 2-1. We will be back after the break. Scoring are updated in the chat window. Obviously also on the official website of the European Championship. We'll be back in about when the next round will start. For the program, visit the website of the European Championships. Links are all over the web. We will be back with some commentary when the second round starts. Bye-bye.